Ruben, ja. Je zou kunnen zeggen, terechte uitslag. Zeker. Je zou ook kunnen zeggen, ja, wij stonden met 2-0 voor. Ja, dat is ook zo, ja. Ja, alleen gezien het wedstrijdbeeld en na de 2-0, ja, 2 minuten daarna krijgen we de 1-2 tegen. En is er ja, eigenlijk na die 2-0 niet echt een moment geweest dat we de controle hadden over de wedstrijd. En dat we, ja, omdat we zo snel de 1-2 tegen krijgen, bleef Dordrecht beuk op die deur bij ons. En ja, hebben ze een aantal kansen gecreëerd en scoren ze denk ik terecht op basis van het wedstrijdbeeld de 2-2. Is er dan iets wat we onszelf kunnen verwijten? Zeker, zeker. Nou, als je over de hele wedstrijd kijkt, vind ik dat we eigenlijk tot minuut 50, tot de 1-0, die voor ons een beetje uit de lucht kan vallen, te weinig controle hadden over hoe we verdedigden. De diepte verdedigden. We hadden daar best wel wat moeite mee. Zij speelden wat sneller diep en wat sneller lang. Nou, daar waren we best wel kwetsbaar in, tot de 50ste minuut. Toen scoorden we uit het niets de 0-1. Toen kregen we een aantal goede kansen, maakten we 0-2. Dus het was tussen minuut 50 en 70 best wel een goede fase van ons. En dat is ook een kwaliteit van ons team. Dat we elke wedstrijd kansen creëren en doelpunten scoren. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja, en wat we gewoon echt moeten verbeteren is hoe wij zowel de diepte verdedigen als flankballen en lengteballen. In het verwerken van een bal, in het verwerken van tweede ballen rondom de 16 meter. En dat was nu gewoon eigenlijk elke keer billen knijpen. En dat is gewoon een kwestie van trainen en groeien met elkaar? Ja, ja, dat is in ieder geval dat is waar je invloed op hebt. Hè. Dus we hebben niet de grootste lengte qua koppers of qua spelers. En dus onze speelwijze is niet dat opportunistische, zoals Telstar en Dordrecht wel spelen. Maar je moet je wel tegen wapenen. En dat kan je dan in ieder geval doen door daar veel op te gaan trainen. Of in ieder geval daar aandacht aan te besteden met trainen. Ja. Hoe heb je naar Kelvin Raatsi gekeken vanavond? Nou, Kelvin was een van onze uitblinkers vandaag. En die heeft ons in de eerste helft sowieso op de been gehouden. Waarom moest je Lennart Hartjes eraf halen? Oh, ik kreeg een aardige tik. Dus ja, had daar last van. Dus ja, dat was de reden eigenlijk. Kan je iets al zeggen? Want dat wil natuurlijk iedereen weten hoe moeilijk dat ook is. Hoe is het met Jackie die er niet heel goed bij liep na afloop? En hoe is het dan met Lennart? Ja, kan ik eigenlijk over beide nog niet zoveel zeggen. Dus dat moet de aankomende dagen blijken.